Ik heb ervoor gekozen om terug naar Nederland te gaan. Ik heb daar mogen bijkomen, herstellende van de hersenschudding. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn vriend en mijn familie. Ik ben volledig bijgekomen en nu ben ik weer terug in Brazilië. En ik ben helemaal klaar om de volgende leg te starten. Ik heb verschillende dokters gezien en eigenlijk was de conclusie dat ze me op de boot heel goed hebben verzorgd. Het was best wel een slechte snee. Maar ze hebben gedaan wat ze konden en op dit moment bescherm ik het goed van de zon. En voor de rest is er niks wat we kunnen doen. Het zal een litteken blijven die je altijd blijft zien, maar dat is zoals het is. Part of the deal. Ja, de volgende lek wordt totaal verschillend van het vorige lek in de Zuidelijke Oceaan. Het wordt een lek meer halve wind. Licht, dus weinig wind. We zullen de doldrums weer oversteken. En dus minder wind, dus 20 knopen in warm weer voelt zo anders dan 20 knopen in koud weer. En ook voor onze boot, wij hebben eigenlijk een boot die best was gebouwd voor de Zuidelijke Oceaan. Dus wij moeten modussen vinden om het te laten lukken. Voor mij is, hoe bereid je je voor op een ocean race? Dat is 10 jaar geleden al begonnen. En natuurlijk probeer je in Alicante zo fit mogelijk te zijn. Dat zoals iedereen, maar het is een marathon van 7 maanden. Dus we zijn nu halverwege en ik merk dat mijn lichaam is niet meer wat het was in Alicante, maar dat is normaal. Voor de rest probeer je zoveel mogelijk te sporten, gezond te eten en mentaal vooral de sfeer in het team goed te houden. Dus dat je lekker blijft bonden met je teamgenoten, positieve spirit en ik denk dat die combinatie heel goed kan doen.